Met man en macht wordt er gewerkt om alles op tijd af te krijgen. Overal waar je kijkt zie je wel iets verrijzen. Het nieuwe stationsgebouw is inmiddels al ver klaar. Daar moet alleen nog het interieur worden afgewerkt. En dan zouden de winkeliers er zelfs nog voor de kerst in kunnen. Even dan een stap te maken dat er retailers overgaan. Dus de bloemenwinkel en de kiosk die komen hierin. Ja, een prachtig stationsgebouw. Dat, tenminste, daar ga ik wel van uit. Dus we zien het nu niet. Ik weet niet of de camera erop gericht kan worden. Maar in ieder geval het cel, ja, dat houdt veel... Veel tegen wat de uitstraling is, maar het is gewoon echt prachtig. Ja, het ziet er misschien niet zo uit, maar we zijn hier in de afrondende fase. Alle grote deelprojecten zijn af. De tunnel is gelegd, het stationsgebouw is bijna klaar. En het enige wat nu nog goed in het eten kan gooien, is de winter. Ja, als er echt een vorst inkomt, ja, dan kunnen we bepaalde zaken niet uitvoeren. Dat kan echt nog vertragend werken. En ook de brug voor voetgangers en fietsers wil nog niet helemaal lukken. Hij had er al lang moeten liggen, maar er is een foutje gemaakt bij het maken van onderdelen. Het is een stalen brug. Hij is eigenlijk verkeerd geïngineerd. Dus er zijn nu echt ieder plaatje, stukje bij beetje, zijn ze die bij aan lassen of af aan het slijpen. En daar wordt nu letterlijk dag en nacht aan gewerkt. Maar als dat allemaal goed verloopt, dan kan Helmond hier in februari voor het eerst onder het spoor doorrijden.